Ja, stiekem wel een raar gevoel. Je denkt, het blijft een hockeypotje. Toch is het even wennen, anders. Maar uiteindelijk, zeker de tweede helft, dan valt het van je af en dan gaat het eigenlijk best wel goed. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk ons iets meer had gegund, een paar rommelige goals tegen had. Maar al met al mag denk ik niet ontevreden zijn met mijn debuut. Je zegt in het begin even wennen, waar merk je dat aan in het veld? Het is toch wel de eerste keer een oranje shirtje. Je hebt net met Wilhelmus gehad. Het maakt toch wel een apart gevoel los. En uiteindelijk moet je dan gewoon weer doen wat je altijd doet. Alleen ja, dat voor het gevoel is het even anders. Is dat dan ook iets waar je je al een hele voorstelling van had gemaakt? Iets wat je in je hoofd misschien al heel vaak had meegemaakt? Nee, sterker nog, eigenlijk had ik meer het idee van we gaan het gewoon doen en wat zal er zoveel anders zijn. Dus in dat geval een beetje verrast, maar uiteindelijk alleen maar mooi. Fantastisch dat ik dit heb meegemaakt. Dan de wedstrijd, jullie komen voor, dan komt Nieuw-Zeeland eigenlijk uit het niets op een voorsprong. Lijkt het nog een hele lastige wedstrijd te worden, pakken jullie uiteindelijk toch nog een punt. Welk gevoel hou je dan aan dat punt over? Uiteindelijk natuurlijk goed dat je terugkomt. Ik denk dat wij het betere van het spel hadden. Zoals ik net zei, een paar rommelige goals tegen. Dat is ook een nieuwe samenstelling. En dat is ook wennen. Maar uiteindelijk goed gevoel over. Ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd. Geen corner tegen gehad, is ook goed. Dus al met al in die zin zonde van een punt. Maar er zit genoeg in om betere resultaten neer te zetten. Die World League, daar zijn natuurlijk plaatsen mee te vinden voor het WK. Dat is voor jullie niet van een heel groot belang. Waar halen jullie dan toch ook die motivatie uit om hier gewoon een heel goed toernooi te spelen? Ja, iedereen die hier is, die moet nog wel een plekje voor het WK bemachtigen. Die zijn tot op bot gemotiveerd. En voor ons is daarom alleen maar goed om nu al stappen te maken richting het WK. En betere tegenstand kan je dan niet krijgen. Dus ik denk dat het juist een goed toernooi is. Het is dan zo voor jou al met al ook een prachtig jaar, hè? Kampioen met Rotterdam, je debuut in Oranje, het kan niet op. Ja, het gaat snel en ik moet zeggen dat het echt fantastisch is. Dus ik had het zo weer gedaan.